Wietse, goedemorgen. Harry, goedemorgen. Gaan de mensen dan met de carnaval minder wijn drinken? Dan gaan ze dan niet op bier over? Het zou best kunnen. Maar op een gegeven moment zijn ze het zo zat met dat bier niks. Dan doen alweer een lekker glas wijn. Ja, ja, want je hebt iets moois meegebracht. Van wijnmaker Nicolas... Chabiel. Ja, kijk, ik heb ook een foto maar waar ik zelf ook nog op sta. Maar kijk, Nicolas Chabiel en ik zijn dit project begonnen, zeg maar, 6 jaar geleden in Zuid-Frankrijk, in de Languedoc, vlak naast jouw geliefde Provence. Kijk, Harry, als je naar de wijnwereld kijkt en als je naar Frankrijk kijkt, dan willen we graag witte Bourgognes drinken. Saint-Ferrand, Mâconnais, dat soort wijnen. Als we naar rood gaan, dan drinken we de geliefde Bordeaux-wijnen. En ja, ik was toch wel een beetje eigenwijs. Dus ik ben naar Nicolas Chabiel gegaan een paar jaar geleden. Ik zei, Nicolas, ik wil graag mijn eigen merk maken. Baron Chacotte is het geworden. Ik zeg, en dan wil ik wijnen voor alle dag, betaalbaar. Maar wel met die ingrediënten zoals we dat in een witte Bourgogne vinden of in een rode Bordeaux. Nou, toen zijn we aan de slag gegaan. En we hebben heel veel geproefd, heel veel getest. En Languedoc is zeg maar de grote wijnschuur van Frankrijk. En die heb ik helemaal leeggehaald, althans... Heel voordelig, zeker met deze wijnen. Want ja, wat je in je glas hebt, normaal is het 9,25. Dit is nu 7,49. En we hebben heel scherp ingekocht, omdat we samen die wijn maken. Je proeft nu de Baron Chacotte Reserve Chardonnay. Goudgeel van kleur. Het is echt mooi goudgeel van kleur. Fris. Fris. En wat in allebei de wijnen naar voren komt, dat is het gebruik van hout. En heel veel mensen denken, oh, hout. En dan gaan ze helemaal gaan ze stijgeren. Maar hout die doet iets heel moois met wijn. Die maakt hem zachter, romiger. Het is net een roombabbelaar, zeg maar. Zo'n snoepje, weet je, zo'n werd echte. Nou, ik zit hier gezellig op zondagochtend met jou te proeven. En dat is wat je met hout kunt krijgen. Hij zou voor mij nog iets zachter mogen. Nou, dat kan. Dan laat je me even staan. Ja, ik vind het prima, maar kijk, hij moet wel. Kijk, als je hem helemaal zacht maakt, zeg maar, dat kan. Dat is een keuze, maar die hebben we niet gemaakt. Want mensen willen ook een beetje frisheid erin hebben. En ze willen niet alleen... Dat is hij wel. Dus je moet altijd heel erg zoeken. En daar is hij echt heer en meester in. Hij blindt 15 miljoen flessen per jaar. Hè? Wij doen met Baron Chacotte Reserve bijna 500.000 flessen in Nederland al. Dus dat is fantastisch. En rood hebben we een blend gemaakt met Cabernet Sauvignon. Die geeft de wijn kracht. En aan de andere kant 50% Merlot, die geeft hem zachtheid. Maar nu, rode wijn heb je vaak tannines. Hè? Dan zeggen ze ook de tannines, looizuren noemen we dat. Dan doe je ook houtgebruik. En wat krijg je dan? Het is wel lekker zacht, deze. Ik vind hem zachter dan die witte. Ja, maar dat is echt. Ja, mensen doen er soms wel lachen over dat je altijd zegt dat het zacht is. Maar je hebt ook echt gelijk, omdat het houtgebruik, die maakt die wijnen vriendelijker. Die looizuren, daar kun je een beetje op bijten. En dan heb je een hele plezierige wijn voor alle dag. Ja. Mooi kan ik het niet maken. Maar kijk, wijnboeren uit de Bordeaux en uit de Bourgogne, die zijn wel een beetje jaloers op dit project. Dan zeggen, ja, we moeten €20. We zitten aan alle wetten, alle eisen. En daar kunnen we niet aan voldoen. En dat kun je met Baron Chacotte. Ja, hebben we iets meer vrijheid om te spelen en ons dingetje te doen. Je koopt hem bij jou op de site, zeg maar. Maar kun je hem ook in de winkel krijgen? Nou, kijk, naar aanleiding van dat ik een keer bij jou heb gepresenteerd, toen kwam Dirk van den Broek en die zegt van Wietse, dat moet ook in mijn slijterijen staan. Ik zei, nou, weet je, ik vind het prima. Wijn is voor iedereen. Dus Dirk drie slijterijen heeft hem ook staan. Daar kun je, als je even een keer een flesje proberen. En uiteraard via jouw site komt alleen, je bij mij terecht. Ik sprak Jan en die zegt, ja, Jos Beres wijnkoperij is zo'n lange naam. Maar je moet tegen Wietse zeggen, hij moet die naam omdopen naar de wijnen van Wietse. Ik ga erover nadenken. Is dat goed? Ja, 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 ja. Dat geeft mij stof tot nadenken. Mensen kunnen dit lekker in huis halen. En ik ga erover nadenken. Voor je marketing beter, denk ik. Okay. Dank je wel voor de tip. Dat Beres verhaal, dat is van vroeger. Oh, van vroeger. Ja. Ja. Oké, okay, nou, dank je wel. Nou, bedankt, Sophia.